We zijn vandaag in Kerkrade, in het stadion van Roda JC. Want we zijn op bezoek bij deze geweldige meneer. Draai eens even je hoofd een beetje, even je matjes zien. Volgens mij ben je vanmorgen naar de kapper geweest. Ik ben naar het kappertje geweest gisteren. Ik zeg, doe maar lekker excentriek. Nog meer wegschieten van de zijkant, dat het goed in het... Nee, ik heb het eigenlijk altijd al zo gehad. Hoe gaat het? Ja, het gaat goed. Vooral na afgelopen weekend. Ja. Want je hebt een ontzettend mooie prijs gewonnen. Wij noemen dat de maatschappelijke prijs. Ja, leg nou nog één keer uit waarom je die nou gewonnen hebt. Nou, dat zijn eigenlijk dingen die de randzaken die je doet buiten het voetbal. Hè? Dus de dingen die je terug doet voor de samenleving. En ik ben heel erg betrokken geweest de afgelopen jaren. Niet alleen bij Roda, maar ook bij MVV en bij Sparta. Dus ik denk dat de uitverkiezing daardoor komt. Ja. Ben je er blij mee? Trots. Trots? Ja, trots. Bij voorhand dacht ik van, nou ja, is het wel gebruikelijk om voor de dingen die je terug doet voor de samenleving, om daar een prijs voor te krijgen. Maar toen zei een collega van mij van, ja Nathan, het is ook wel een hele mooie waardering. En dan komt ook nog eens dat gala erbij. Dan valt alles op zijn plek en is het uiteindelijk echt geweldig geweest. De aandacht moet natuurlijk naar je matje gaan, hè? Alles naar die mat. Heel vaak gaat het over je matje. Ja, dat is ook helemaal niet erg. Het is natuurlijk ook apart. Weet je, soms kijk ik ook in de spiegel van, ja, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen? Maar ja, goed, ja, het past bij mij en ik vind het leuk en ik heb het al jaren. Dus we laten hem lekker erop zitten. Weet je, ik ben ook niet snel geneigd omdat mensen zeggen van, ja, wat ben je allemaal aan het doen met het haar? Om dan te zeggen van, ja, gewoon lekker laten zitten, gewoon jezelf blijven. En ja, goed, dan krijg je maar eens wat over je heen. Geen enkel probleem. Vind ik helemaal terecht. Helemaal terecht. helemaal, ja. Helemaal blij. Helemaal blij. Even later kwam die videofuck er ook naar overheen. Wat vond je daarvan? Ja, dat vind ik natuurlijk humor. Het is fantastisch. Het is toch al een eer dat er een parodie op jou gemaakt wordt. En ja, ik vond het geniaal verzonnen. Helemaal naar de kloten. Ik heb ook een paar vragen voorbereid. Moet je even bear with me, zeg maar. Want ik ken ze niet uit mijn hoofd. Ja. Maar het zijn allemaal vragen met een bepaald thema, laat ik het zo zeggen. Speel je liever op kunstgras of op een echte grasmat? Ja, een echte grasmat. Ja. Ik ben nog een beetje van de oude stempel. En ik vind het heerlijk om met een vieze broekje van het veld af te komen als je een sliding hebt gemaakt. En als je dat nu doet, dan leg je open. Dus geef mij maar een lekkere ouderwetse grasmat. Klopt het dat profvoetballers erg materialistisch zijn of valt het wel mee? Nou, dat kan ik alleen voor mezelf spreken. Dat is absoluut niet waar. Ik krijg nog steeds gezellig in mijn zoekie altootje. Dus dat gaat allemaal prima. En ik woon gewoon in een leuk huisje in Blijheide, volksbuurtje. Dus nee, materialistisch ben ik niet echt. Je stoomt op vanaf het middenveld. Hoe zet je een verdediger schaakmat? Nou, dan begin je met de koningin door naar C6. Nee. Je koopt een nieuwe auto en je moet kiezen. Glanzende of matte lak? Matte lak nu, hè? Er is geen andere antwoord meer mogelijk. Het moet mat worden. Engelse drop of zure matten? Zure matten. Maar dat is trouwens echt waar. Hoe lang heb je deze mat al? Nou ja, mijn moeder is eigenlijk de schuld van dit alles. Toen ik een jaar of 3, 4 was, toen was het van hier wel wat langer. Maar die mat heeft er altijd gezeten. Dus ik heb je collega heb ik een foto gestuurd. En daar is wel goed te zien dat hij misschien nog niet zo heel lang, maar dat hij er wel zat. Volgens mij ga ik je gewoon bedanken voor dit interview. En ik hoop dat je gewoon nog heel lang jezelf blijft. Dankjewel. Jullie bedankt voor je komst. 3-3, hè? 3-3. Oh!